Hoezo moet ik uitkijken? Jij gaat toch Nou, we rijden lekker door de natte stad. Heel lekker. Wil je rustig aan doen? Hoppakeetjes. 35 mag niet, maar doet wel. Oh, badass. Rustig warm. Of rustig warm rijden. Misschien een beetje te rustig zelfs. Remmen. Oh, er ligt een boer. Wat stoer. Oh god. Oeh, ik voel hem klein. Ik zag het echt al toen ik er overheen reed. Dat is trouwens, op die manier ging ik de eerste keer met mijn scooter op mijn bek. Omdat ik een klein stukje gras meepakte. Maar dan wel echt een heel klein stukje, net zoiets als dit net. Ik pakte een heel klein stukje gras mee en toen had het niet eens net geregend. Zo'n stukje. Kijk, nu heeft het net geregend, dus nu kun je verwachten dat het glad is. Maar en modder en zo. Maar de eerste keer met die scooter, dat had dagenlang niet geregend. Het was fucking nat. Kom aan, hey, of niet, hè? Ja toch. Links. Woehoe. Ik vind dat wel, en dit weer, is het altijd zo heel twijfelachtig wat voor auto er naast je rijdt. Want je ziet alleen maar twee fucking lampjes daar in mijn spiegel. Ik weet niet of je dat zelf kan zien, man. In dit geval was het dan een rode auto, dus dat onderscheid kun je meestal wel maken of die wit is of niet. Maar je bent benieuwd hier! Dat is een grijze Volvo die niet mijn kant op gaat, dus maakt niet uit. Een beetje rem erop, anders ga ik vol onderuit. Ja, lowsider, dat wil je niet hebben. Weehoe! Ja, de deksel, daar ging ik, die zag ik niet op. Weehoe! En vol op de remmen. Vol in de ankers, noemen ze dat ook, hè. En met ze bedoel ik in het algemeen gewoon sommige mensen. Woehoe, remmen! Oh, dat is wel allemaal modder. Mep. Ja, de jongens en... Sommige meisjes, zeg maar. Nou ja, degene die kijken, alle jongens en meisjes, zeg maar. Alle dames en heren. Heren en dames, want het zijn voornamelijk heren. Pas op hoor, er staat een bord, dus dit is klaar. Tenminste, dit niet zozeer, maar dat daar geen zwarte platen liggen, zeg maar. Dit hadden ze, vroeger was dit van puur en alleen dit materiaal en dit is fucking glad. Als ik nu mijn achterrem indruk, kan ik... Ja, nou, hij gleed al. Ik weet niet, dat kun je denk ik niet zien op camera, maar hij gleed al. Bij een heel klein beetje rem. Maar vroeger waren die bochtjes dus ook van ditzelfde spul. Dit fucking gladde poepsekshout. Ja, deze bochtjes. En er waren dus echt...
alle mensen gelijk de eerste paar dagen op hun bek gegaan. En toen hebben ze maar besloten om het te veranderen. Wee, moeilijk hè praten. Ja, hartstikke. Stopte nog op tijd. Hartstikke mooi. Heel veel mensen kijken me echt aan alsof ik raar ben. En daar hebben ze gewoon volkomen gelijk in. Wee-hie. Kijk, nou moet ik even terugschakelen, want dat is mooi. Het had ook kunnen zijn dat er iets of iemand aankwam in een auto, net als nu zeg maar. Dan was ik hartstikke dood geweest, hé. Hartstikke een stukjes op het wegdek, hé. Dat is toch ook een tyfus hard geluid, hè, van die fucking tweetak. Moet ik even remmen, want dit is een heel kut bochtje, onoverzichtelijk, glad en punt. Dat was het. Onoverzichtelijk en glad, dat moet je allemaal niet hebben. Ik vind dit al mooi en ik ga nog niet eens 80. Moet je nagaan wat een motor doet, jongens. Hey. Oh. Nou, lijkt me hartstikke mooi. Niet altijd snel te rijden, is wel altijd leuk natuurlijk. Maar dat betekent niet dat het altijd moet, hé. Ik ging net even heel snel rijden, want dat is best wel hartstikke leuk. Ik denk, ik zet de brommer hier even neer in het bochtje en dan ga ik er even over praten. Ik kan ook wel tijdens het rijden, maar dan heb ik zoveel herrie en dan moet ik ook nadenken en rijden tegelijk. Niet dat het nou niet kan of zo, maar het is zo een stuk makkelijker. Heel veel mensen denken dat het echt een tweetakt verbod wordt of zo in heel Nederland. Maar dat is dus helemaal niks van waar. Het enige wat er gaat gebeuren is de nieuwe verkoop van tweetakt. Dat gebeurt al bijna niet meer, maar dat mag vanaf 2018 ook niet meer in Nederland. Dus je mag geen nieuwe tweetakts meer kopen. Dat is dus alleen wanneer jij echt specifiek naar een fucking motorzaak gaat om een tweetakt te bestellen. En dat doet niemand. Daarbij... mag je met een tweetakt niet meer in bepaalde, hele specifieke milieuzones komen. Een milieuzone moet je aan denken, bijvoorbeeld een parkje in Amsterdam bijvoorbeeld. En een milieuzone zou ook echt niet heel groot zijn. Ik denk dat er verder helemaal niks of niemand wordt aangetast door milieuzones. Dus het stelt allemaal helemaal niks voor en dat is ook pas vanaf 2018. Er is wel ergens een website waarop staat waar en welke milieuzones er allemaal bestaan. En waar je wel of niet in mag met een tweetakt. Dus het is allemaal overdreven gezeik. Oftewel, je mag met een tweetakt overal komen, behalve milieuzones, maar die zijn waarschijnlijk heel specifiek en die bestaan nog vrijwel niet. Alleen als je in grote steden woont of zo. En met grote steden bedoel ik meer Amsterdam en niet eens Zwolle of zo. Ik denk niet dat ze in Zwolle een milieuzone gaan hebben. Ah, fuck.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt als jij zonder de koppelingen te houden een noodstop maakt. Slaat hij dan keihard af of zo? Als je bijvoorbeeld in 6 staat en je maakt een noodstop zonder de koppeling in. Ik ben toch wel even benieuwd wat nou mijn knie raakt. Er zit wel een vlek. Goh. Een soort van gelei of zo lijkt het wel op, Jezus. Oh, vies. Dat was echt een hele dikke vlieg blijkbaar. Oh, ik hoop dat het niet gaat regenen, maar het lijkt er niet op. Hé, wat een mooie schapen allemaal. Wie wat afslaan hier? Huh? Wat was dat? Wat is afslaan hier? Ik moet naar links afslaan, ja dat klopt. Afslaan heb je goed gezegd, ja. De schoenen zijn weer begonnen, dus ze gaan op zoek. Als ze je dan zien, dan gaan ze erachteraan. Zo is het gewoon. Als je een bron met hebt, of een scootert, en je rijdt te hard, dan ruiken ze dat gewoon. Dan keren ze gewoon gelijk om met een U-turn drift zo op. Oké, handrem. Oh nee, wacht, het zijn automaten. Handremknopje doen ze dan, en dan keren ze om. Weet ik veel.